Nederlandse vertaling, scene 1. Houd je rackets maar vast, tennisfans. De koningin is terug. Angelique Kerber is met een spetterende start teruggekeerd op de baan bij de Olympische Spelen in Parijs. De drievoudig Grand Slam kampioene liet haar spierballen zien door de Japanse Naomi Osaka in 2 sets te verslaan. 7-5, 6-3. Scene 2. Kerber, die eerder haar afscheid aankondigde na deze spelen, bewees dat ze het nog steeds in zich heeft. Ondanks een moeizame start vocht ze terug met veerkracht en vastberadenheid. Haar overwinning op Osaka, een voormalig nummer 1 van de wereld, geeft haar een enorme boost voor de komende rondes. Scene 3. Kerbers volgende tegenstander is de Roemeense Jacqueline Cristian. Met dit momentum is ze absoluut iemand om in de gaten te houden. Een toast op Angelique Kerber, een echte tennisstrijder die opnieuw haar stempel drukt. Scene 4. Blijf op de hoogte voor meer Olympische updates. En vergeet niet te liken en abonneren. Houd je rackets maar vast. Dit is een spreekwoordelijke uitdrukking die past bij de context van tennis. De koningin is terug. Dit benadrukt Kerber's status als gevestigde waarde in de tenniswereld. Spierballen zien. Een informele manier om Kerber's kracht te beschrijven. Echte tennisstrijder. Dit sluit aan bij de Nederlandse waardering voor hard werk en doorzettingsvermogen. Blijf op de hoogte. Een veelgebruikte uitdrukking om kijkers aan te moedigen te blijven kijken.